Dan moet even heel goed kijken. Ja, ik kan ook niet anders, eigenlijk niet anders verwacht. Hij doet ook meerdere jaren mee natuurlijk. Met nummer 8, Richard Albers uit Loppersum. Ligt nu binnen aan de leiding. Maar ik zie daar de rode monster aankomen. Volgens mij is dat Tom Mededorp. Nee, die rijdt er nog naar achter, met nummer 6. Hier rijdt hij met nummer 67. Of nummer 7, Marcel Hummelkamp. Nee, Patrick Smidder, 1, net als tweede. We moeten goed kijken en goed spieken allemaal, want er zijn allemaal nieuwe rijders bij. Ik ken ze niet allemaal meer zo uit de hoofd. Dus we moeten sowieso kijken of het een biezen. Maar dat is wel mooi te zien als je daar voor de eerste volgens mij meedoet. Hier in Bad Lodensilmaar race. En je ligt dan tweede en je gaat achter een oude veteraan aan Richard Albers met nummer 8. Die toch gewoon eerste ligt. Maar je moet zeggen, hij komt er wel aan hoor met nummer 67. Hij is er wel bij. Leuk om te zien, Patrick Smidder aan 1 roep. En hij is er wel uit, dames en heren. Hij ligt op nummer 1. Richard Albers, tweede. Maar je bent er nog, dat gaat verdoren in deze bocht. Helemaal links van de baan, rechts van jullie. Ze gaan er helemaal buiten om. Ja, Richard Albers heeft moeite om hem buiten te houden. Hij heeft moeite. En ze gaan een mens aan de rode achterstand zetten. Ze komt nu onder start-finish. Maar mensen, voor de duidelijkheid, het gaat niet om de prijzen in deze marge. Ze krijgt 3 keer een marge. Die rijden 3 keer en dat bepaalt de startafstelling in de finale. En in de finale worden pas de prijzen verdeeld. Dus de marges zijn wel degelijk belangrijk. Ja, want dat bepaalt waar je komt te staan in de finale. Maar dan uiteindelijk worden daar de prijzen verdeeld. En aan de leiding ligt hij nog steeds. Roots. Roots.